Goedemiddag. Hoogpijn, alles goed? Lekker. Goedemiddag. Hoi. Ik ga koken in de waterjuffers. Oké, prima. Dankjewel, hè. Ja hoor, ga je gang. Nou ja, ik ben dus Hans Hogeveen. Volgende week 69, ben getrouwd. Twee volwassen kinderen. Kleinkinderen, twee. En ik werk bij Berestel van Harten. Dan hebben we zuurkool. Zit je me aan te kijken? Van, heb je wijn zuurkool of echt niet? Wat, ik heb gewoon een zuurkool. Haar, ik zat te denken, we doen het even in de steamer, maar dat vind ik eigenlijk niet. We doen het gewoon in een grote pan. Gaat even koken. Twee flesjes wijn erbij en één beetje apart voor de mensen die geen jeneverbesjes erbij. Ja, nee. Jeneverbesjes, wijn. Wat dacht je daarvan? Ja. Is dat wel goed? Ja, dat is wel goed. Die hebben we goed gekeurd. Je kunt je ook eerst naar buiten dragen. Ja. Als je nu gaat doen. Jij bent de eerste week na de sluiting ben je aan de beurt. Goed, hey, we gaan een pureetje maken. Die kunnen we allemaal wel maken. Aardappelen schillen. Melk, lekker boter erdoor, lekker stampen. We gaan spekjes uitbakken. En ik wil de spekjes, als ze uitgebakken zijn, al door de puree hebben. Oh. Ja. Als jij het goed vindt, Kees. Uiteraard, nee, dat vind ik prima. Ja. Het is trouwens wel een mooie ruimte, hè? Die kunnen we gebruiken elke woensdag vanaf een uur of drie. Die is ook een soort dagbestedingslocatie. En er wordt lunch verzorgd voor cliënten en mensen van kantoren. En toen we met dit plan kwamen om zeg maar hier te starten, was ik op zoek naar een keuken waar we echt voor 60, 80 mensen konden koken. En toen ben ik hier bij het raamwerk uitgekomen. Nou, toen hebben we eigenlijk een hele leuke deal kunnen maken. Omdat ik heel erg geloof in samenwerken en ook zoveel mogelijk proberen met gesloten beurzen dingen te regelen. Dus de afspraak is dat wij het gratis mogen gebruiken. En dat wij in ruil daarvoor één of twee keer per jaar een activiteit organiseren. Of iets leuks doen voor de woningen of de cliënten die hier zeg maar wonen. En gaan, Kees, en gaan! Kijk, Kees, dat wordt wel wat, jongen. Super, hè? Heerlijk. Onze prachtige, hè? Moet je hem zien gaan, man. Moet je hem zien gaan. Moet je hem zien gaan met die... Beetje roosteren. Beetje melk, Kees? Ja. En ik had altijd wel een passie voor koken. En ik ben op mijn 58ste ben ik weer naar school gegaan. En dan ben ik koksopleidingen gaan doen. Ik dacht, ik ga stoppen met werken en ik ga koken. Dus ik zocht dat vooral in vrijwilligerswerk om te kijken van ja, waar zou ik een bijdrage kunnen leveren. Toen kwam ik bij Restof van Harten uit. Ik woon in Noordwijkerhout, in een dorp. Ik was ook alweer toe aan een volgende stap en toen dacht ik van ja, zou zoiets in een dorp ook kunnen? Ik ben dat idee toen eigenlijk verder gaan uitwerken. En toen heb ik een soort avond bij mij thuis georganiseerd. Wat voor organisaties zijn er eigenlijk? En ik heb mensen gewoon uitgenodigd om eens met mij over dat idee te brainstormen. En dat is de start geweest. En op de avond heb ik Jacqueline ontmoet. Jacqueline die begint helemaal te stralen als ze cijfertjes hoort van administratie. Iets waar ik een hekel aan heb. Dus wij inspireerden elkaar zo dat we binnen de kortste keren dachten van nou, ik ga je helpen met dat opzetten. En gaandeweg is er iemand bijgezocht die ook veel ervaring had in de gastvrijheid. En met z'n drieën zijn we een kernteam hebben geformeerd en zijn we alles gaan uitwerken. Van hoe komen we aan een plek, hoe komen we aan vrijwilligers, wat gaan we doen, hoe gaan we het aanpakken. Dat liep eigenlijk heel voorspoedig en in mei 2018 zijn we opengegaan. Met alleen vrijwilligers, geen betaalde kracht. Ja, elke week vanaf de start zit het propvol. Anderhalf jaar geleden kwam ik hier eten, één of twee keer. En ik vond het zo leuk. En toen zei ik, heb jullie nog vrijwilligers nodig? Ze waren natuurlijk pas gestart. Dus dat was gelijk, ja. En ik ben omgestapt en één keer meegedraaid hier. En
Nou, sindsdien ben ik hier. Ja, dat je het gezellig maken met tafels dekken en als de mensen binnenkomen, drankjes geven. Ja, weet je, het zijn ook eenzame mensen waar je dan naast kan zitten als zij ook wat mee eten. En dan praat je met ze. En, ja, je ziet gewoon mensen ja, ook contact met te maken, maar ook buiten de resto zelf om. En dat vind ik zo leuk. En daarna hebben we een sinaasappelmoesje van die wafels gekocht. En die wafels doen we op een bordje. Gaat met de ijsschep, gaat daar een bolletje met sinaasappelmoes op. Een beetje chocolade eroverheen raspen, misschien een beetje poedersuiker. Hier is suiker aan het oplossen in verse jus, purans. En daar gaan we straks een sinaasappelmoesje van maken. Het is altijd belangrijk van als we beginnen dat we vaak ook als een van de eerste dingen met het dessert beginnen. Omdat het natuurlijk even tijd nodig heeft om op te stijven in de koeling. Ik ben van het eerste uur. Anderhalf jaar. Nou, ja, anderhalf jaar. Goed anderhalf jaar. Ja, nou, ze kwamen naar me toe of ik vrijwilligerswerk wilde doen. En dan hadden ze verschillende keuzes. En er was deze bij. En thuis sta ik zelf ook graag in de pan te roeren. Ik ben geen kok, maar ik vind het wel leuk om te doen. En als je nou hier zo bent, nou ja, je leert weer andere dingen klaarmaken, andere ideeën krijg je op. Dat vind ik heel leuk. Heel? Heel gezellig team. Dus er is nog nooit één gemeen woord gevallen. Nog nooit. Echt, dat vind ik zo super. En we zijn toch met een heel koppeltje. Dus ja, dat gaat heel goed. In principe vind ik het leuk om te koken, dat vind ik wel leuk. Maar dan zie je ook weer het resultaat ervan, dat de mensen het smakelijk vinden, naar de zin hebben. Ja, daar geniet je dan ook weer van. Eerste tijd is eerst koken en op tijd klaarwezen, dat is de must. En dan het resultaat van dat de mensen tevreden zijn en ja, heel dankbaar weggaan. Nou, dat is onbetaalbaar, ja. Ja. We hebben vanavond 56 gasten. Ik geloof één vega erbij. Yes. Jullie gaan beginnen met de soep. Ja. Aardappelen. Willen jullie tweeën met de aardappelen beginnen? Ja? En dan gaan wij met het dessert. Goed? Prima? Oké, aan de jawel. En ik geloof dat we tussendoor af en toe op de film staan. Ik vind dat het allemaal wel wat zeg maar respectvoller mag in Nederland, wat zorgzamer. En dat kun je vanaf je bank roepen, of je kunt ook gewoon concreet iets doen. Dan is dit een van de invullingen die ik eraan geef. Een beetje kleur in het leven van mensen brengen, een leuke avond bezorgen, lekker eten. That's it. Is nog niet te zuur, hè? Jawel. Jawel. Moet jij dat wel? Je hoeft mij niet op te eten, hoor. Dat moet om eten. Ja, dat is ook weer waar. Ik heb een griezelpap. En ik ben er pas eind vorig jaar bijgekomen. En het is gewoon heerlijk dat er al een paar mensen zijn die er al wat langer zitten. En waar je gewoon op vertrouwen kunt. Van daar kun je mee samenwerken. En we hebben plezier en we hebben het gewoon heel erg naar ons zin. Dus het is fijn voor onze gasten, maar het is ook fijn voor ons. Super leuk. Super leuk om te doen. Super dankbaar. Ja, echt waar. Heel leuk. Ja, maar ik vind het ook leuk. Ja, eigenlijk vind ik dat er onder ons ook een soort vriendschap wel ontstaat. Ja, dat vind ik ook heel leuk. Ja, dus ik ben blij met jullie. Nou, ik merkte dat denk ik sinds maart, april dit jaar. Me opviel dat, voorheen kwam wel eens een man alleen, maar inmiddels had hij een vriend meegenomen. Die mannen zijn boven de 80. Mannen alleen isoleren zich vaak. Het verhaal is, vrouwen zoeken elkaar op, mannen zoeken de jenever op. En je merkt nu dat meestal deze twee mannen iedere week samenkomen. Een van de twee is zwaar Parkinson, maar hij slaat zich heldhaftig door zijn bord eten heen en heeft soms erg veel moeite daarmee. Ik vind het dan fijn om te zien dat ook voor dat soort mensen, die normaal eigenlijk nooit uit eten gaan, wij er toch een soort vangnet voor zijn om het gezellig met elkaar door te brengen. En ze sluiten ook aan met anderen. En dat is toch heel belangrijk, omdat eenzaamheid een van de grootste problemen in onze maatschappij is. We vergrijzen steeds meer. De consequentie is dan ook dat er meer ouderen alleen zijn. Ja. Dag lieverd. Gezellig dat je er bent. Hallo allemaal. Hallo allemaal. Ja,
qua natuur al mee bent. Lekker volle bak. Oh, natuurlijk. We zijn vrijwilliger van het jaar geworden. Gaan we bijna voor deze. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. En ook eigenlijk stiekem best wel een beetje trots op. We hebben een heerlijke... geroosterde tomatensoep. En ook op verzoek van een aantal gasten staat er in de oven een zuurkoolschotel. Dan hebben we als dessert wafels met daarop een lekkere sinaasappelmoes. Dan wens ik u een fijne avond en eet smakelijk. Dank u wel. Dank u wel. Die je laatst al gekocht wil. Ga je ze morgen kopen? Oké, leuk. Ga je ze samen met Peter kopen of niet? Het is wel mooi, dat zit toch goed. Ja, ze ook eerst even goed gekeurd, toch? Ja, dat is ook een super dat ze dat doen. Ja, vooral de jongeren, de oudere mensen, het contact dat je met elkaar hebt, vind ik super. Ik probeer wel een paar keer per jaar te gaan. En het is een goed concept en ja, ik vind het leuk. Ik ken ook wat mensen van waar mijn zusje vroeger woonde, hè, Marta. En dit is mijn vriendin. En dat is een vriendin, die komt ook helemaal uit Noordwijk hier naartoe, hè, speciaal hiervoor. Ja. Dat is Agathe. Zij kennen elkaar, ze hebben vroeger bij elkaar gewoond. Ja. Tot ziens, hè. Doei, doei. Dag, meneer. Doei. Na die koksopleidingen dacht ik, daar wil ik iets mee doen. Zit de laatste, jongens. Aan de ene kant dus op basis van, zeg maar, persoonlijk interesse. Ik hou er van koken en ik wil daar iets meer mee doen. Ik vind het heel leuk om ook me te blijven ontwikkelen en mensen vragen een steentje bij te dragen, maar ook te ondersteunen om zichzelf verder te ontwikkelen. Dus dat zie je ook hier in de keuken, dat is ook heel divers. Dat varieert van de gepensioneerde tot iemand met een beperking die wat begeleiding nodig heeft. Of iemand die net uit een burn-out komt en weer wat moet wennen aan het arbeidsproces. En dat je mensen weer zelfvertrouwen ziet tanken. Dus dat snijdt het mes eigenlijk aan twee kanten. Dus ik krijg er een hoop voor terug. Ik leer er zelf ook weer een hoop van. Ik probeer het zo te organiseren dat mensen, dat dit ook een veilige en goede werkplek is voor mensen. Dus in die zin, ach, het is gewoon ontzettend leuk. Rookworst erop, zuurkool erop. En dan worst erop. En ik heb nog één... Eén laagje. Ja, want ik heb hierboven straks nog één laagje, zeg maar, puree over. Dus je kan nu lekker bouwen. En dan doen we daar nog weer een beetje... Hier doen we ananas ook overheen, zo. Laten we de worst maar verdelen op deze... Nou, daar gaat hij. Pico bello. Nou, Kees, neem mee. Die kant op. En ik vind het leuk ook om zeg maar dit soort initiatieven op te zetten en verder te helpen. En de volgende fase is natuurlijk ook dat ik probeer het zo te organiseren dat ik ook weer een stapje terug kan doen. Dat anderen dat weer over kunnen nemen. Ik bedoel, ik ben ook 69, dus op een gegeven moment houdt het ook een beetje op. Je moet het fysiek ook allemaal op kunnen brengen natuurlijk. En tot nu toe gaat het prima. Dus belangrijk vind ik dat je iets gaat maken wat ook toekomstbestendig is. Wat anderen weer over kunnen nemen, het stokje. Ja, dat klinkt allemaal zo mooi, maar bedoel, ik meen het ook echt van gewoon dat je met elkaar iets doet. Ja, waar zoveel mensen van genieten, dat is toch superleuk. En de mensen zijn echt zo dankbaar allemaal en blij. Hoe ze kijken, hoe ze glimlachen, ook weer zoals een mevrouw die zegt, bedankt weer, hè, weet je wel. Allemaal leuke reacties, ja. En altijd allemaal bedankt weer. En ook, ja, er zijn mensen die natuurlijk iedere week komen. Hè, en die dat zo fijn vinden. En ja, doen ze niet voor niks natuurlijk. Wij wonen hier op een dorp. Dus in het dorp kom je ook mensen tegen die hier eten. En dan, hi Lisa, en weet je wel, mooi. En dat hebben die anderen natuurlijk ook allemaal. En dat is echt hartstikke leuk. Ik heb niet een plan van om mijn 70ste moet ik dat doen of moet ik ermee stoppen of zo. Dat niet. En kijk, en wat ik vooral wil, ik vind iedereen is welkom.
Maar ik wil vooral met de mensen met een smalle beurs niet uit. Die moeten er ook kunnen komen. Hier kan je voor 5 euro prima aanschuiven. Je verbindt je natuurlijk ook wel aan een vaste structuur. Hè? Want elke week moet er gekookt worden. Dus dat betekent ook dat ik eigenlijk wel ook veel vast zit. Dus die wereldreis kan ik op dit moment niet maken. Zo, nou hoef ik dat ook niet. Maar je legt je wel vast voor een bepaalde periode. En dat moet je ook willen. Dat is een paar weken geleden. Maar daar was je natuurlijk niet bij, hè? Bij onze Syrische avond. We hebben die dames gewoon helemaal met z'n tweeën echt fantastisch geregeld. De dames, Syrisch eten, hè? Lekker, hè? Ja. Ze hebben toen een fantastisch Syrisch diner gemaakt. Wat hebben we toen gegeten? Linzenzoep en... Shakhmash. Hoe? Shakhmash. Shakhmash. Shakhmash, ja. Hallo. Ik heb geen idee. Maar hallo. Hallo, Jibbo. Ja. En we hebben als voorgerecht hadden we met lekker ook een beetje. We hadden Mohammeda gemaakt. Ja. Nou, ik had toevallig zeg maar een week of 3 geleden. Toen ontmoette ik de dochter van iemand die hier altijd het afgelopen jaar kwam eten. En die stond daar met tranen in de ogen. Want ik was aan het wandelen en ze hield me even staan. En haar vader was net overleden, 3 week ervoor of zo. En toen zei ze van dat dit nou het uitje was waar hij elke week reikhalzend naar uitkeek. En ik denk, ja, daar doe je het voor. Zo klein, zo mooi. Het zit ook in die kleine dingen. Dat zegt genoeg. Ja, geweldig natuurlijk. Fantastisch. Ja. En het zit iedere woensdag vol. En deze tafel is gereserveerd voor alle leden, niet alle leden, maar voor 32 leden van het hart. En die komen dan eens in de week, komt er een koppeltje hier eten. En 1 keer in de 3 weken ben je aan de beurt. Zoveel animo is er. Ja. Of de leiding nog een beetje met jou aankomt. Ja, ik vroeg die. Nou, sorry, maar de leiding is onder de grond. Nou, ik sprak daarna natuurlijk die wethouder nog even over dat we verleden jaar eigenlijk gedoogd werden. En dat... want je hebt ook weerstand gehad. Enorm, dus we mochten, het mocht eigenlijk niet. Het mocht eigenlijk niet van het college niet en de burgemeester wilde het niet. Maar nu accepteren ze dat volledig. Ja, ze omarmen het aan alle kanten. Want de burgemeester is al geweest natuurlijk, die interim burgemeester, wethouder. Ja, daarom. Ja. Een beetje koud watervrees allemaal, denk ik, hè? Dat is het, hè? Ja. En de horeca. En de horeca waarschijnlijk. Nu weten ze dat niet de mensen van de horeca. Nee. Dat is gewoon waar ze bang voor zijn. Nee, en dit gaat ook helemaal niet om winst maken. Nee. Ik bedoel, het is gewoon leuk, gezellig aan tafel en een hapje eten. Ja, en elkaar ontmoeten. Ja, wat ik eigenlijk altijd heel erg belangrijk vind is van... jullie generatie heeft de toekomst, om het zo maar te zeggen. Hè? Elke stap die je ook zelf zet, draagt bij aan een betere samenleving. Maar doe in ieder geval iets of kom in beweging. En of het nou om het milieu gaat, of het om dit soort dingen gaat. Ik bedoel, een samenleving, dat is een heel abstract begrip. Maar de samenleving ben jij. Dat ben ik. En als wij samen besluiten, bijvoorbeeld om hier te gaan koken, of iets anders te doen, of met ome Jan te gaan wandelen, dan denk ik dat we bijdragen aan wat ik een prettiger Nederland zou vinden. Blijf gewoon altijd leren. En ga vooral... blijf mensen ontmoeten. En blijf ook vooral jonge mensen ontmoeten.